Deze kleine eiffeltoren op. De pepers. Ik word er emotioneel van. Ik heb een kleine versie van de eiffeltoren meegenomen. Lois en ik hebben elkaar eigenlijk echt leren kennen in Parijs. Natuurlijk is het mijn droom om haar daar uiteindelijk met een Olympische plak te zien staan. Het is maar voor weinigen weggelegd om de top echt te bereiken. Maar Pien heeft al echt haar hele leven die droom. Af en toe de bliksemafleider, zoals ik mezelf dan maar noem. Hoef haar niet te adviseren, want dan weet ze zelf donders goed wat ze moet doen en hoe ze het moet doen. Het is hard werken, maar ook gewoon genieten in zelf ontwikkelen. Elke dag een beetje beter worden en daar vooral heel veel plezier uit halen. Dan komt de prestatie wel vanzelf. Dus als zij soms heel even kan ontspannen om vervolgens juist weer keihard te gaan, dan is ze eigenlijk op de beste. Nou, ik ga eens naar Parijs sturen wat ik denk wat Laura gewoon heel makkelijk zal herkennen. 2 pepers, energie erin en met z'n allen ervoor vechten. Elk toernooi geef ik haar voor elke dag een kaartje mee. Ja, ik hoop gewoon dat ze voelt dat ze geliefd is. Voor ons is ze al goud waard. Van een mooi warm nestje, zodat Pien meteen weet, mom, dad, thank you, we gaan het doen. En oh, ik word er emotioneel van. Als dat het enige is wat je nog op afstand kunt doen, dan is het een hele fijne mogelijkheid.